Ik weet wel dat hij helemaal uit zijn doen was toen hij thuis kwam. Door het meemaken van al dat geweld. Dat was toen natuurlijk tamelijk nieuw met al die rellen. Maar er was ook absoluut een soort opwinding bij van heerlijk provocatie tegen de gevestigde orde en zo. Dat vond hij ook prettig. Ja, tuurlijk. Ja. Dat was helemaal Eddie. Ik weet wel dat het heel bewust zo was bij Eddie. Dat hij hem altijd om zijn nek moest hebben om zich ergens op zijn gemak te voelen. Bij zich hebben, maar ook die functie van de wereld door die camera bekijken. Daar was hij zich heel erg van bewust. Gaf hem een feestje, hup, die camera er weer bij en zo. En in 66 was hij dus weer echt bezig om dat aspect van zijn leven, van dat werk, weer helemaal op te bouwen. Na die tijd met al die drank. Herken je dat? Ja, maar ook een manier om afstand te houden. Dat er toch een soort Nou, gevaar was. nee, ik denk om niet iets van zichzelf te laten zien. Te hoeven laten zien. Ja. Bedoel je dat met afstand? Ja. Ja. Want waar was hij dan bang voor, denk je, om te laten zien? Ja, nou ja, dat moet je dat aan mij vragen. Ja. Je hebt daar toch ook verstand Nou, van? dat was gewoon zijn sociale angst om in gezelschappen te verkeren. Ja. Ja. Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld heel vaak wel refereerde aan dat zijn ouders zulke leuke kleinkinderen gehad zouden hebben. Nou, dat werd nooit een onderwerp van gesprek. Daar moet hij wel aan gedacht hebben, want dat noemde hij ook wel eens. Oké, die grootouders Ja, noemde die wel. dat heeft hij verteld. Gelikken. Feitelijk was dat de Ruisstraat, waar ze eerst woonden. Ja. En later die Vrijheidslaan, of wat dat was. Maar dat bleef heel feitelijk. Ik werd door Bas gebeld. Oh. Hij had Bas gebeld. Bas belde mij dat ik zijn vader verlaten had. Eddie had de indruk gewekt dat ik de kinderen niet. Dat ik hem de kinderen wilde onthouden. En Bas drong erop aan dat ik een gesprek met Eddie zou hebben over jullie. En toen zei ik: Ja, nou ja, natuurlijk, daar ga ik gewoon van uit. En toen heeft Bas ervoor gezorgd dat Eddie mij opbelde binnen een paar dagen. En binnen een paar dagen hebben we dat gesprek gehad. Nou, hij lag wel veel in bed. Ik hoorde wel van andere mensen dat die door hem gevraagd waren om op bezoek te komen en zo. Nou, hij was wel behoorlijk in de vernieling, geloof ik. Ja, was hij wel. Ja, en op een gegeven moment, maar ik weet niet precies, na een half jaar of zo, kwam Bernadette in beeld. Hij hoefde uiteindelijk van de rechtbank echt nog maar een veel lager bedrag voor jullie aan alimentatie te betalen. Nou ja, zelfs daar deed hij dan heel moeilijk. Nou, je hebt die brieven gezien. Lieve Jeroen, David en Sam, in deze brief moet, als hij niet door onverlaten is achterovergedrukt, een briefje van 25 gulden zijn de F25. Punt. Bedoeld voor reisgeld het komende weekend. Van de man van je moeder moet ik dit vooruitbetalen, anders mogen jullie niet komen. Er was een briefwisseling ontstaan. En dat ging allemaal over geld. Want Eddie wilde daar gewoon onderuit, dat hij dat bedrag voor jullie moest betalen. En op een gegeven moment had hij dus op één keer op een envelop huizengeld. Stinkt niet. Ja, dat was een typisch Eddie-grapje. Dat hoort nou bij de irritante dingen van Eddie. Ja. Wie wilde de kinderen hebben?
Eddie of jij? Dat is, ja, ik natuurlijk. Met behoud van veel contact tussen jullie en Eddie. Want dat vond ik heel erg belangrijk. Denk je dat die Sam en mij graag wilde zien? Had hij interesse in ons? Hij wilde jullie heel graag zien, ja. Maar we hadden al vanaf de eerste week dat we uit elkaar waren ingesteld dat jullie iedere woensdag haalde hij jullie uit school en bracht hij jullie donderdagochtend naar school. En dan om het weekend, van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Dus dat was heel veel. Ja, ja. Dus hij had wel een soort interesse in ons. Ja, zeker. Oké. Denk je dat hij van ons hield? Ja. Natuurlijk hield hij van jullie. Had hij eigenlijk iets voor ons over? Nou ja, dat zou ik ook niet zo heel stellig met ja willen beantwoorden. Het moest natuurlijk wel allemaal zoals het hem het beste uitkwam. Maar nee, hij was zeker heel erg dol op jullie en... Was wel in eerste instantie, denk ik, heel erg bang om jullie ook kwijt te raken door die echtscheiding. Maar goed, ja. Dat is dus echt nooit gebeurd. Aan de ene kant heb je dus een gebrek aan investering in je kinderen. Aan de andere kant doe je allerlei gekke dingen omdat je bang bent ze kwijt te raken. Ja. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Dat weet ik niet. Hij voelde dus wel verbondenheid met ons. Ja, op zijn manier, maar... Maar wat is dat dan voor manier? Ja, dat kan ik niet precies uitleggen, maar precies de manier waarop hij dat met zijn andere kinderen ook had. Bij mij was het zo dat toen op een gegeven moment was het ook echt helemaal afgelopen. Daar heb ik ook nooit meer... Echt helemaal nooit meer hoeven twijfelen. In eerste instantie dus wel. Zijn we nog, dat heb ik verteld, in die therapie gegaan. Maar toen het toch eenmaal zo ver was. En hij zelfs, ja, ik denk dat dat wel meewerkte. Dat hij zelfs in die therapie ermee weg leek te komen. Dat hij het begrip en de sympathie won. En... Maar in ieder geval helemaal niet tot enig echt zelfinzicht kwam. Mm-hmm. Nou dacht ik, ja, nou ja, hier moet ik... Hier wil ik echt helemaal mee stoppen. Ja. Ja. Zou je het uiteindelijk hem een vervelende man noemen? Nee, meer een onmogelijke man. Als je met iemand getrouwd bent die op een boerderij gaat wonen en ineens alleen nog maar in een overrol in de moestuin staat en nachten in de stal achter een bevallende koe ligt en daar helemaal door in beslag genomen wordt, dat kan je niet vervelend noemen, maar heel leuk en om nou dingen samen te delen was het ook weer niet. Nee, dus jij zou ook geen boer met een boer trouwen? Nee, ik zou nooit aan boerzoensvrouw meedoen. Ik heb wel de overtuiging dat de oorlog er veel aan toegedaan zal hebben, maar dat het niet alleen maar de oorlog was. Okay. Maar als je dit erin gaat zetten, ga ik het denk ik knippen. Nee, ga ik het veten hoor. Nee, want je hebt de vorige keer gezegd dat dat niet meer nodig is, veto. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dus je wil nog steeds dat veto-recht? Ja. Zeker na dit gesprek. Hmm. Ik merkte dat hij ontzettend opbloeide en veel aanspreekbaarder werd en ook wel weer eens familie opzocht en zo. In de periode dat dat ze een tijd gescheiden hebben gewoond. Toen knapte die van op? Nou ja, toen was hij echt onherkenbaar.
toen wij in Utrecht woonden, gingen jullie dan in Schardam op bezoek, vertelden jullie dat ze zulke ruzies hadden en dat ze allebei met een van jullie in de auto elkaar achterna zaten op de snelweg. Maar pas daarna was het, geloof ik, zover dat Eddie's oog beschadigd raakte tijdens een ruzie. Ja. Ja, dat beetje hysterische van dan ineens met een keppeltje. Net zoals hij de nacht van jouw geboorte de hele nacht interessant met die witte doktersjas rond bleef lopen. Hij was natuurlijk bij de bevalling, maar dan die vaders moesten dan een doktersjas aan. Die kregen een doktersjas. En die heeft hij, toen jij al geboren was, je werd om 6 uur geboren, dus dat was verder helemaal niet meer nodig. Vanaf het moment dat ik op een gewone kamer lag, is hij die hele nacht rond blijven lopen in die doktersjas. En ik kwam hij giechelend vertellen dat hij weer door iemand als dokter was aangesproken. Alles omdraaien zodat hij altijd in de slachtofferrol kwam, zonder inzicht in zijn eigen aandeel daarin. Nou, ik heb het met die brieven uit Sint-Jozef toch ook, dat ik dacht, ja, er zitten geestige invallen in en ja. Waarom ben ik bij die man opgestapt? Maar dat het onmogelijk was om mee te leven, dat staat ook als een paal boven water.